bij en ook bepaalde instrumenten, zoals de dwarsfluit of de traverso, zoals ik het tijdens het wacht heette, nog maar net uitgevonden en het passieve instrument die zijn intrede, zo heet het dan, via Berlijn, want dan wordt die nog weer net zo blij als in Frankrijk. Afijn, zo kwam het instrument een beetje in de mode. In ieder geval in Dresden was er een enorme ruzie over hoe het dan moest, hoe ze nou vervolgens Frans stijl gemusiceerd worden als Italiaans. Dat werd als volgt opgelost. Ze dachten, weet je wat, we vragen alle beste muzikers uit Frankrijk, dus zeker Marchand, die kan ongelooflijk goed klaverspelen en orgel spelen, tegenover onze beste klaverspelist-organist die eigenlijk alles kan. Met ons was in Bach, laten we een wedstrijd doen en dan zijn die misschien in staat om hier op het hof een goede keuze te laten maken. Spelen, zelfs zwoele, mooie, warme toon, waarbij we zeggen Italiaanse noten.